Dit hele huisje mag weg en wel op dezelfde locatie. Daar mag een nieuwe portal komen. En hij wil het in een soort kasteel fort idee. Kijk nou jongens, dit ziet er toch al leuk uit. Mijn eerste bouwwerkje van mijn nieuwe winkeltje. Hoeveel diamonds hebben wij nu al niet dan? Volgens mij is dat echt bizar. Ja, hoppakee, een stack en 13. Berend, je hebt echt een keer de vrouw nodig of zo. Of een vriend op zijn minst. Je bent hier de hele tijd alleen. Daar komt iemand voor je en dat gaat gewoon zijn grootste mattie ooit worden. Welkom, leuk je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag zijn wij terug in Content Veen, seizoen 2, aflevering 22. Hatsakee in het water. Jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb volgens mij mijn eerste klant. Ik heb uit vertrouwbare bronnen gehoord dat op het winkeleiland in mijn nieuwe winkeltje een klant is terechtgekomen, een boekje. Hey, wie schoot er op mij? Heb ik niet een deal met jou? Oh, hij is bang. Wat schat. Laat ik ook eens even snel daar naar het winkeleiland gaan. Ik ben oprecht benieuwd wat ik moet gaan bouwen voor iemand. Oké, we zijn aangekomen bij mijn prachtige winkeltje. Daar zijn we weer, hè jongens. Wat leuk om hier weer te zijn. En mijn boekendingetje was als goed is rechts afspraken. Ja, bouwaanvraag Rick Forst. Oh, dat vind ik leuk. Ik ben oprecht benieuwd. Beste makjes van plakjes. Ik heb gezien in uw recente video dat u een bouwbedrijf bent gestart. Dat klopt, Rick. Dat klopt. Als je toch de video keek, abonneer nu allemaal eventjes. En like. We gaan voor 3000 likes. Like of ik kom je cola op drinken. Ik heb nog een erg leuk klusje voor u. Ik heb natuurlijk bij Kingdom Forum de prachtige brug gebouwd. Nu wil ik enkel mijn netherportaal aan de voorzijde hebben. Enkel. Hij gebruikt nog een keer enkel. Wat is er met je enkel, Rick? Ik ben geen fysiotherapeut. Enkel is dit een beetje te ver weg van mijn basis. Daarom verzoek ik u om op de plek in de overworld waar de portal nu staat, een medieval kasteelachtige netherportal te bouwen. Blokjes die er staan, mogen weg. En in de nether hetzelfde, want wat er staat zal waarschijnlijk verplaatst moeten worden. Ik neem aan dat u er iets leuks van kunt maken. Ook heb ik gelijk de moeite genomen om even de signs te laten verlichten. We bespreken samen wel even een prijs. Groetjes, Force. Alright, en dan krijg ik nu daadwerkelijk de klus goed te zien. Rick's bouwwerk zijn portals. Oké, prima. Locatie Kingdom Forden. Heb ik de blokken al? Ja, hij heeft de blokken al. Dat is heel top. Wil je meehelpen? Ja, sure. Nou, oké. Lekker, Rick. Dan gaan we even kijken. We gaan die kant op. Ga ik even kijken hoe en wat. Neem ik het boekje mee. Even inspecteren, maken we een offerte. En dan kunnen we aan de slag. We zijn hier in Kingdom Forden aangekomen op de prachtige nieuwe brug van hun. Die is echt heel lijp. Ik laat hem eerst maar even zien. Hier, kijk jongens, dit is toch gaaf. Dit is echt een leuke brug. Hij loopt helemaal tot de bodem. En dan kan je gewoon een keertje netjes naar hun kasteel toe lopen. Hun netherportal staat hier op het moment. Dat is helemaal aan de andere kant. En ik zie al dat er iets is begonnen. Dat ze zijn begonnen met een soort huidig kasteeltje of zo. Een beetje in dezelfde stijl als mijn huidige kasteel, maar net wat georganiseerde. Laat ik het boekje nog even goed lezen. Alright, ik heb het nog even helemaal goed doorlezen en ik heb even Rick gevraagd in zijn Discord PM. Dit hele huisje mag weg en wel op dezelfde locatie. Daar mag een nieuwe portal komen en hij wil het in een soort kasteel fort idee. En ik heb wel een leuk idee hoe ik het wil gaan, ja, makeoveren. Ik denk dat ik het inderdaad in een soort kasteelachtig idee wil doen, maar ik wil de natuur er ook een beetje bij gaan betrekken. Omdat het een portal is, weet je. Een portal dat hoort gewoon met natuur erbij. Dat is gewoon het leukste. Hij zei dat ik de resource gewoon uit zijn kisten mag pakken in zijn basis. Alright, Kingdom Forden, ik kom eraan om jullie spullen te beroven. Om vervolgens dan wel iets voor jullie weer te maken, dus hè. Ik ben mijn werkstationnetje hier een beetje aan het opzetten. Van alles gewoon aan het pakken bij het kasteeltje van u natuurlijk. En gewoon blokken klaarleggen. Laten we dan eerst beginnen met dit weghalen. Dan begin ik gewoon helemaal even vanaf scratch. Helemaal vanaf nul. Ik denk ook dat ik wat meer obsidian nodig heb. Want dit is echt veel te weinig. Ik wil de portal wel wat groter hebben dan een standaard grote Minecraft netherportal, weet je. Ik denk dat het handig is als ik begin met de portal zelf. En ik wil hem nog... Hij stond hier. Ik wil hem net iets verder naar achter hebben. Zodat ik de berg er een beetje aan kan laten sluiten. Of de berg, het heuveltje. En wil ik hem recht voor het kasteel hebben? Is dat wat hij wil? Helemaal dat je één rechte lijnen naartoe heb, of wil je hem een beetje misschien daar wat schuiner hebben? Nou, weet je, ik moet wel aan de locatie houden. Hij wil hem heel graag hier hebben. Ik had hem zelf daar gedaan. Precies op dat plekje daar. Alright, ik heb een soort outline gemaakt. Het wordt niet heel groot, want dat is natuurlijk onnodig voor een netherportal. De portal zelf wordt wel heel groot, wat ik al eerder zei. Maar het gebouw zelf niet. Dit is hem. Je komt binnen en dan heb je links een toren. Gewoon, die wordt groter dan het huis zelf, of dan het gebouwtje. Jij gaat sterven. Jij zal nooit de portal meemaken. Hoppakee. Plaats ik even wat toortjes. Dan loopt hij daar tegen de heuvel aan en
En zoals je ziet ben ik al begonnen met de heuvel wat hoger maken. Want ik wil er geen achterkant tegen hebben. Ik wil dat de achterkant in de berg is. Dat eigenlijk een soort van het kasteeltje tegen een berg is aangezet. Waardoor die geen achtermuren nodig heeft. Laat ik gewoon rustig verder gaan. Oh, ik heb het stoomrix allemaal teruggestopt. Hatsepats. Hier binnen moet alle dirt ook nog eens weg. Dat is handig, want dan krijg ik extra dirt om hem weer bovenop te gooien. En zo kunnen we gewoon lekker rustig verder. Ik doe in plaats van cobblestone, doe ik hier als variatie gewoon normaal steen tussen. Dus het lijkt eigenlijk een beetje op mijn kasteel. Maar ja, dat is ook wat hij wil. Niet dat het op mijn kasteel lijkt, maar dat het zoveel mogelijk kasteelachtig is. En ja, kasteel is nou eenmaal kasteel, hè jongens. Zo, dan is alles in één keer een verdiepingje hoger. Behalve hier. Ben ik het vergeten, zie ik nu. Ik ben benieuwd wat Rick ervan gaat vinden. Hij zit sowieso deze video te... Rick, je kijkt sowieso deze video. Ik weet het, jij vieze Rick. Zit je gewoon mijn video's weer te kijken, hè? Voor de mensen die het nog niet wisten, Rick Force is natuurlijk gewoon een groot fan van mij. Al jaren op mij geabonneerd. Ik ben zijn idool. Je kent het. Je kent het verhaal, weet je. Als je het zou vragen aan hem, zal hij het waarschijnlijk ontkennen. Maar we weten het allemaal. Het krijgt al een beetje een vorm. Het begint al op iets te lijken. Dat is leuk. Maar nog niet de vorm die ik wil dat het heeft. Althans, het is nog lang niet af. Daar komt het op neer. Kijk, het krijgt nu oprecht al een beetje een kasteel-vibe, jongens. Als ik het zoals nu zie. Misschien zijn dit een beetje te veel vensters. Nou, dat valt wel mee. Een beetje een rechte muur, dit. Maar van voren, als je het al zo ziet, dit ziet er toch wel leuk uit, jongens. Imagine dat die toren wat hoger is. Daarboven misschien nog een soort middengebouwd torentje op. Ja, dit wordt al leuk. Ik denk dat de buitenkant legit al gewoon bijna klaar is. Van als je er naartoe kijkt, als het ware. Het is ook een best simpele build. Gewoon weer de kasteel. Ik zit toch zo in die kasteel-vibe dat dit voor mij nu oprecht best wel snel gedaan is. Dat ik niet meer echt snel hoef na te denken hoe het nou zit met welke blokken ik nodig heb. Omdat ik het al zoveel nu gedaan heb. Let ik het hele seizoen al. Zo, kijk nou, jongens. Dit ziet er toch al leuk uit. Mijn eerste bouwwerkje van mijn nieuwe winkeltje. Althans... Ja, nee, het is wel mijn eerste bouwwerk van mijn nieuwe winkeltje. Het ding is dat ik hem wel nog helemaal wil laten vervallen van de natuur. Of van de natuur door de natuur. In ieder geval, ik wil gewoon lekker dat dit ding helemaal onder de blaadjes zit. Dat er wat dirt hier en daar te vinden is. En dat ga ik nu ook doen. Want zoals je ziet, wat ik al eerder zei, hij stopt hier gewoon, de bult. Maar dat komt omdat dit dus helemaal al tot deze hoogte berg moet zijn, een heuvel. Dus ik moet een beetje gaan terraformen. Ik ben benieuwd of het wat wordt. Ik ga mijn best doen. Ah, maar het moet wel goed komen dit. Kijk jongens, de halve berg zit er al tegenaan. Of de halve berg, de halve heuvel. Weet ik veel hoe je het wil noemen. Dit maakt het al een stukje makkelijker. Kijk, het is wel helemaal leeg van binnen hier. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Laat ik nu even verder gaan met het kasteel. Zodat ik de laatste precieze vormen weet. En dan kan ik gewoon de binnenkant gaan doen. Zo, het is helemaal aangesloten. Het klopt nu helemaal. Ik kan zelfs als ik wil eventjes dit doen zo. En dan klopt het al helemaal. Nu is het net alsof het kasteel gewoon... Ja, alsof het klopt. Het klopt gewoon. Bij bouwbedrijf Walnoot doen we niet alsof we faken niks. We doen alleen het echte dingen. We werken alleen met de realiteit, jongens. Het is wel echt pikkendonker hier beneden. Ik zie helemaal niks. Maar gelukkig heeft Minecraft daar op een of andere reden heel raar, hoor. Maar toortjes natuurlijk op het dak. Ha! Jesus Christ, meneer de spin. Ik schrik me helemaal kapot. Kijk, het is hier echt groter dan je zou denken. Het loopt echt heel ver door. Dus daarom, nu is het zeg maar... Je kan nu zoveel meer dan dat je origineel kan als je alleen het gebouw doet. Natuur helpt al een heleboel. Want nu gaan we dit natuurlijk helemaal weghalen. Al dit duurt hier. En kijk hoeveel ruimte je dan ineens hebt. Weet je wat, jongens? Ik ben nu al zo ver. Ik ga hem even afmaken. En dan zie ik jullie zo weer. Tot zo. Nou jongens, hij is zo goed als af hoor. Ik ben lekker bezig geweest. Laat ik even slapen om mijn dag te maken. En Rick is online gekomen. Hij is nog niet helemaal af, maar ik denk dat ik hem wel al aan Rick wil laten zien. Dat hij een beetje misschien zijn mening vast kan geven wat hij ervan vindt. Hey. Hey. Koning Rick. Hallo. Welkom. Hij is nog niet af, maar ik ben al ver. U bent heel ver. Dit is echt al beter dan dat ik er al... Kom binnen. Dit is het van de zijkant. Wordt het een beetje opgegeten door een heuveltje. Leid, zodat ik zeg maar geen achterkant hoef te maken. Een beetje het fort-idee. Ja. Ja, een beetje het fort-idee wat je had, weet je. Je moet zelf even extra blauwe wol. Meer kon ik niet vinden bij jou. Maar je moet een blauw woltapijtje creëren met carpets. Ja. En daaronder ook gewoon normale wol. Waardoor je zeg maar dat effect krijgt van verschillende hoogtes, snap je? Kijk, Justin. Hoi. 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 Hier binnen kom je hier. Dit is hier deur. Hier zit niks achter. Dat is puur hier. En hier beneden ga je de caves in. En dan kom je bij je portal terecht. Wat lijkt. Cool, hè? Alleen, hij is eigenlijk zo goed als klaar. Ik weet niet of je zelf de rest wil doen. Want je had in het boekje gedaan dat je zelf ook wilde helpen. Maar je was niet online. Ja, nee. Ik was gewoon cool. Dus ik heb zo goed als alles al gedaan. Nee, ik vind hem legit heel leuk. Ja, ik zei ja, sure. Had ik erbij gezet. Mm-hmm. Nee, legit echt heel vet. Ja, ik zou zeggen, maak lekker zelf de rest. Zoals dingen zoals glas erin. Misschien eigen interieur. Dingetjes en zo. Dat kan je lekker zelf gaan maken. En de portal aansteken moet je ook zelf doen. Want je wilde ook een nieuwe nether portal daar hebben, toch? Ja. Even
kijk, ik had hier Verenigde Staten liggen, volgens mij. Dan moet je zelf maar even regelen dat je die weghaalt, je oude portal daar weghaalt en dan de nieuwe locatie even duidelijk maakt voor mij en dan... Wat doe je? Een bom! Maar, en dat zal ik wel weer helpen met de portal zelf. Ik zal alles, alles wat ik gebruikt heb, is van jou. Ik heb niks van mijn eigen basis gebruikt. Dus als het goed is, en dit is letterlijk allemaal gewoon van jou. Wat zou je hiervoor willen geven? Want ik heb, de prijzen vind ik moeilijk. Maar, drie. Twee. Eén duim. Ja, mooi. Ja. Oké, okay. Twee. Nou, dankjewel, dat was leuk. Wat vind jij de prijs? Nou, voor mijn Totem of Indijns heb ik al makkelijk voor 15 verkocht, dus ik zou zeggen 22 diamonds. 22, dan vind ik het helemaal niet heel duur. Dat vind ik het oprecht nog meevallen. Ah, prima. Ja? Oké, dan gaan we 22 diamonds. Ik wacht hier wel. Rick! Hey, Je moet hem ook nog belichten, mooi, met lanterns en zo, maar dat kostte mij te veel. Nee, dat is prima. Ik heb lanterns. Kijk, 22 diamonds. Kijk, dit is goed verdiend, hè? Dat zijn lucifers. Dat zijn... Ik wou zeggen lucifers, maar dat zijn torches. Dat zijn gewoon torches, Justin. Kunst. Maar je hebt ook echt op de meest onlogische plek gehangen. Oh, dat is wel echt lelijk ook gewoon. Het is echt verschrikkelijk. Maar veel plezier, I guess, ermee. Ja. Goeie business dit, hé. We bouwen voor mensen. Nou, dat was me een leuk avontuurtje. 22... Auw. 22 diamonds rijker dan dat ik was voordat ik deze episode begon. En allemaal voor het bouwen van een nether portal bij iemand. Als je het mij vraagt, is dat toch weer goed verdiend. Hoeveel diamonds hebben wij nu al niet dan? Volgens mij is dat echt bizar. Ik denk dat we best wel meer dan een stack hebben nu. Maar ik weet het niet zeker. Als ik even ga spieken... Ja! Hoppakee, een stack en 13! Ja, dat noem je gewoon rijkdom, jongens. Rijkdom en succes. Mijn eten is wel weer op. Oh, maar deze. Dus laten we naar het winkel-eiland gaan. Even wat eten kopen. En mijn eigen nether portal ziet er nog zo uit. Heb ik net zo'n leuke nether portal iets gemaakt. En dan is dit nog dat van mij gewoon. Ik ga toch even spieken of ik alweer een nieuwe klant heb. Ik denk het niet, maar... Nee, nog geen nieuwe klant. Maar dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Want ik kwam hier origineel voor eten. En ik kwam niet om te kijken of er nieuwe klanten waren. Zo, daar zijn we weer aangekomen. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Nou, dat is toch helemaal top weer. Hebben we weer een stack brood. Inmiddels heb ik 11 levels, dus ik denk dat ik wel weer van wat van die enchantment books ergens op kan zetten. Ik had mending en ik had thorns. Laat ik eerst even die thorns fixen. Want die wilde ik al heel graag de hele tijd ergens opzetten, namelijk mijn leggings. Oh, dat kost 12, dat meen je. Oh, nou, dat wordt geen thorns. Dan mending op mijn chestplate misschien. Oh, dat kan. Oeh, ik kan vast mending op alles zetten. Hier, mending op mijn leggings. En mending op mijn boots. Volgens mij kan ik zelfs met overige levels... Mending op mijn zwaard. Nee, dat kost 17 levels. Dat meen je. Oh my days. Maar goed, we hebben nu nog maar 2 boekjes die erop hoeven. Dan hebben wij gewoon hele goede gear. Dat is mending en thorns. Op mijn zwaard en op mijn... leggings. Laat ik nu eventjes dit allemaal gaan versieren hier buiten, want het is zo saai en kaal eigenlijk. Dat vergeet ik altijd, omdat het altijd al zo is geweest. Maar er is gewoon niks hier. Het is helemaal niet bijzonder of zo. Dit is leuk, maar er mogen wel even wat meer, ja, wat dingetjes staan en wat gezelligheid. Laten we beginnen met van dat soort zelfde bomen hier te plaatsen. Misschien 1, 2, 3 of zo. Of 2. Ah, ik kijk wel even. In ieder geval van die hele dunne mooie bomen. Hier, dit ziet er toch al zoveel gezelliger uit als je hier nu loopt. Dat je gewoon wat boompjes nog meer hebt en wat gras en ja, een beetje kleur van de plantjes er doorheen. Had ik wel eerder mogen doen. Het is nog steeds zo jammer dat Kwast niet al deze mooie progressie ooit kan zien. Rip Kwast nog steeds in de reacties. Hier wil ik nog een tentje plaatsen of een kraampje waar ook een nieuwe villetje komt. Berend, je hebt echt een keer de vrouw nodig of zo. Of een vriend op zijn minst. Je bent hier de hele tijd alleen. Daar komt iemand voor je en dat gaat gewoon zijn grootste mattie ooit worden. Moet alleen nog even een manier verzinnen hoe ik daaraan ga komen. Maar dat komt vast wel goed. Kijk. Oh, wat een gezelligheid als hier nu aankomt, hè, jongens. Hier een kraampje nu. Villager gezocht. Ik heb er nog eentje nodig. Dus ben je nou een contentvener? Rick, Robin, Jordi, Justin. Iemand anders. Heb je villager voor me? Ik wil hem van jou verkopen. Hier moet ik nog even wat bedenken. Kom maar met ideeën in mijn chat. Wat jullie hier leuk zouden vinden. Misschien dat ik wel een soort chillplekje doe gewoon. Of misschien een geheime doorgang. Een geheime kamer hier beneden zelfs. Wie weet, ik kan van alles doen. Overigens heb ik
genoeg ruimte, dus doe maar niet de geheime kamer. Ik heb nog andere kamers die ik moet vullen. En verder hier ook nog ideeën. Als je afvraagt waar mijn katten en zo zijn, die zijn allemaal hier binnen. Hallo jongens. Hallo. Maar nu, als ik op mijn tijd kijk zo, is het etenstijd. En dat betekent dat de video voor vandaag er helaas alweer op zit. Het heeft veel tijd gekost om die netherportal bij Rick te bouwen. We hebben hier wat kleine details toegevoegd. Volgende keer wil ik veel meer details gaan toevoegen en gelijk weer wat verder gaan aan het interieur. Misschien mijn slaapkamer maken, de enchantment room, de nieuwe, want die daar die is echt veel te klein. Dus voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk ook zeker deze video even, die is heel mooi, heel leuk. En nu spreek je later, glaasje water, 4 flesjes bier. Nee!